oud steigerhout. Oude verrotte bank was het. Ik heb de goede stukken bewaard. En daar gaan we wat leuks van maken vandaag. De pootjes zijn al klaar. Niet precies helemaal waterpas, maar dat is het huis ook niet. Dus past een beetje aan het huis aan. Kijk, dit is mijn uitzicht vanuit de tuin. Waarom film ik dit? Vragen jullie af natuurlijk. Kijk. Ik zit op het bankje. Daar heb ik voor gewacht om hier te kunnen zitten. Als ik van vissen zou kunnen vissen hier, maar ik hou niet van vissen. Dus ik kijk al naar de eendjes, meerkoetjes. Hier zitten ook ratten. Niet zo gezellig, maar die worden opgeruimd binnenkort. Heel stil zit, dan zie je, komen hier ook herten voorbij. Ook heel veel geduld hebben. En ik heb nog steeds hout over. Er wordt geen bankje meer, denk ik. Kijk even naar de andere kant van de sloot. Dan kun je een mooi bankje goed zien. Dat lelijk aanbouwseltje dat gaat nog weg. Moet ik iets op verzinnen. In een ballend water zie ik. Wat heb jij gedaan vanmiddag? Ik ben naar Emily's kinderfeestje geweest. Ja. En ik ben heel erg moe. Ja, dat zie ik wel een beetje aan jou. En ik heb een tattoo. Oeh, laat eens kijken. Een tattoo. Dat is een hele mooie. Glitter tattoo. Is dat een echte? Gaat die nooit meer weg? Hij gaat wel weg. Ah, oké. Okay. Maar hij zit nog wel goed vast. Dat is super mooi. En wat was er nog meer op het feest? En er was een clown. Was die eng? Nee, dat was een meisje. Mm-hmm. En die had iets voor ons gedaan. Ja. En ik heb nog wat op de trap liggen. Oké. Okay. En er was ook muziek? Ja. En er was een disco. Dus dan hadden ze alle disco spullen. Ja. Dus ik had dit gemaakt. Oh ja, ik zag hem net heel goed. Button. Toen ik af. Nou, dit heb ik dus gemaakt. Ik heb gewoon een papiertje gemaakt. Ze heeft een stickertje over mij gedaan en dit heb ik dus ook mee gedaan. Mooi. En nu ben ik voor op kijken en vergeet niet te abonneren. En klik op het blauwe duimpje. Of op het hoofdje. Ja, helemaal goed.